vader is nu iets meer dan 22 jaar geleden vermoord. Ik wil daar een gezicht op kunnen plakken in plaats van een robotfoto. Ik wil dat gewoon weer opgelost hebben, punt uit. Voor de mensen blijft dat een heroïne, hoor. Voor mij was het mijn dochter, het was Naomi haar moeder, het was Sharon haar zus. Voor ons was dat geen heroïne, hoor. In 1989 verschijnt Sally voor het eerst voor de jeugdrechter, mevrouw Brigitte Hensch, een absolute autoriteit op de jeugdrechtbank in Antwerpen. Mevrouw Hensch zal zich jarenlang ontfermen over Sally, die tussen haar 13e en haar 18e 25 keer voor de jeugdrechtbank zal verschijnen. U heeft daar veel geplaatst in instellingen? Ja, ja. Ze was veel op stap, hè. Ja. Voor haar veiligheid, hè, is het ook nodig. De jeugdrechter stuurt Sally naar de gesloten jeugdinstelling van Beernem. Ze moet er een tijdje herbronnen, zegt mevrouw Hensch in haar arrest. Daar schrijft ze brieven naar haar moeder en haar vriendje Frank. En ja, ik wil naar het kompas, omdat ik van een doop af moet. Frank niet kwijt wil. Mijn leven niet meer wil verpesten. Omdat ik nu weet wat dat vrijheid is. Omdat ik in september naar school wil. En ik al heel de tijd weet dat het zonder professionele hulp niet zal gaan. Het gebeurde zelfs dat ze er zelf om vroeg om in een gesloten instelling geplaatst te worden. Zo'n jongeren die vragen soms om een gareel. En zij vragen om ondersteund te worden. En zij aanvaarden dat wel. En als ze het niet aanvaarden, ja, dan ontvluchten ze. Punt. Zo simpel was het. De gesloten jeugdinstelling in Beernem. Officieel gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand. Meisjes van 12 tot 18 worden hier geplaatst door de jeugdrechter. Ofwel na een misdrijf, ofwel na zware problemen thuis. Grietje van Dalen werkt hier al meer dan 30 jaar. Zij was een van de opvoedsters van Sally. Ja, ik denk dat Sally toch wel een zware val was. Ja, yes, denk ik toch wel. Ik me herinner, zolang iemand, Sally was wel iemand die geen blad voor de mond deelde. Dus ook verbale agressie. Heel hard uit de hoek kon komen. Heel dreigend. Sally had ook heel veel op haar kamer gezeten. In afzondering gezeten. En dat is zeker een kind die s'avonds op of rustmoment zal liggen wenen hebben. Het veel moeilijker zou hebben, maar naar de groep toe nooit zou willen tonen. Want zij wilde haar positie, ze wilde haar macho gedrag, ik kon het zo noemen, echt wel profileren in de groep. Veel jongeren waren er echt wel bang van. 8 uur, naar de groep sigaret gaan roken. 8:30, cashot. 9 uur, leesuur in de groep. 9:45. Sigaret gaan roken. 10 uur. Les. 11:45. Sigaret gaan roken. 12 uur. Heeft u het gevoel dat er een instelling gewerkt heeft? Dat er toch ergens iemand een impact op haar had? Nee. Wat kan u dan eigenlijk nog doen als jeugdrechter? Altijd opnieuw proberen. En soms gezucht natuurlijk ook, hè. Dus, dat je het spijtig voor haar vond, hè. Als ze weer eens gaan lopen ergens, hè. Of dat ze het niet volhoudt, de therapie niet volhoudt. Dat was altijd wel spijtig, ja. Maar ja, dat was een deel van haar probleem, hè. Zij heeft een deel van haar jeugd overgeslagen eigenlijk. Door dat drugsprobleem. Ja, best een groot stuk dan eigenlijk wel, hè? Als het van instelling naar instelling was uiteindelijk. Ja. Hallo, hallo. Deze brief is in het algemeen bedoeld, dus ook voor Frank. En zeg dat ik heel veel van hem hou en dat hij mij maar moet bellen in het kompas. Als ik er een week zit.
Mams, ik beloof het. Ik ga niet meer lopen, maar laat me niet zitten, alsjeblieft. En papa ook niet. En Sharon, please. Sorry, ik kan niet meer. Laat je iets weten? Kusjes, Sally. Ik zeg het, ik weet niet wat ik nog meer had kunnen doen, want dan had ik het gedaan. Maar ja. Het is de verslaafde zelf die het moet willen. Verwijt u uzelf iets daarin? De ene keer wel, de andere keer niet. De ene keer, wat had ik nog meer kunnen doen? Maar dan zitten we al jaren bezig met te proberen van die drugs vanaf te krijgen. En je loopt iedere keer met je kop tegen de muur. Hoe meer dat ik wou, hoe meer dat zij nee. Dat kon niet goed aflopen. Van jointjes naar hard drugs. En dan uiteindelijk ja, de prostitutie, de tienerzwangerschap. Rondhangen in die grauwe, rauwe wereld aan dat ateneumbuurt waar dat je die tippelprostitutie hebt. Dat was een vogel voor de kat. En dan, eind 1992, gaat het helemaal fout. Sally is dan 16 en ze wordt met een zware overdosis drugs opgenomen in een ziekenhuis in Antwerpen. Ze overleeft en meer nog, de dokter komt met nog een heel andere diagnose. Toen met die overdosis zijn wij in het gasthuis gekomen. En dan hadden ze haar maag leeggepompt en wat weet ik allemaal. En dan vroeg ze van, laat mij terug naar Beernim gaan. Dan moest ik enkele dagen wachten, minstens 48 uur, vooraleer dat ik contact mocht opnemen met de instelling voor te informeren hoe dat het met Sally was. En dan zeiden ze tegen mij, ja, gezien de omstandigheden eigenlijk heel goed. Ik zeg, ah ja, ik zeg dat met die overdosis. En dan zei die dame aan de andere kant, oh, mevrouw, weet u dat niet? Ik zeg, wat moet ik weten? Ja, Sally is zwanger. Ik zeg, nee, dat wist ik dus niet. Dat was dan nog zo eens even de bloemenkegel, dat is in Antwerpen zeggen. Hè? Op 11 juni 1993 bevalt Sally van een dochter, Naomi. De geboorte van Naomi wordt een keerpunt in haar leven. Tenminste, dat beweert ze. Ik weet dat zij heel lang getwijfeld heeft van ik ga dat kind houden. Of ik ga dat kind niet houden. Afhankelijk van kan het kwaad, die overdosis, ja of nee. En ze heeft dan tenslotte beslist om dat kindje te houden. En ze zei, dan heb ik iets van mezelf. Dan kan ik bewijzen dat ik daar kan voor zorgen. Een paar weken na de geboorte volgt er een zware klap. De jeugdrechter beslist dat Sally niet kan instaan voor de opvoeding van haar baby. Naomi wordt opgevangen in een tehuis. Sally mag haar dochter amper zien. Na 2 jaar krijgt grootmoeder Lydia de voogdij. Ook dan mag Sally haar kind maar 1 keer om de 2 weken zien. Weet jij nog veel van je mama? Ik weet niet veel meer. Ik weet dat ik mama zag om de 2 weken, geloof ik. Ja, ik vond dat heel, heel spijtig. Dat is iets... Ik wou Naomi beschermen, omdat je... Ik las toen, ja, op die momenten concentreerden wij in de pers bijvoorbeeld dan artikels en dan las ik van baby overleden te gevolgen van drugs die had op een tafel lagen of zoiets. En dan zat ik daarmee in mijn hoofd, in mijn achterhoofd. En ik wil dat ten alle prijzen vermijden. En ja, ik was bang. Gewoon weg. En ik denk nu ook niet, alleen persoonlijk denk ik, dat mama misschien op die moment slecht gezien zou geweest zijn, maar dat ze achteraf misschien ook wel beseft dat dat de beste
keuze was op die moment, denk ik. Ja, misschien wel. Zij mocht Naomi zien, maar op neutraal terrein. Dat mocht niet bij mij thuis doorgaan. En dan had ik zoiets van, allee, ja, kom voor uw eigen kind met Sinterklaas komen afgeven in McDonald's. Ik vond dat dat niet kon. En dan had ik gezegd van, kom dan maar naar mij thuis. En dan is ze bij mij thuis gekomen. En dan was het al avond aan het worden. En ja, zij moest dan gaan slapen eigenlijk. En dan zei ik tegen Sally, wilde jij eens in bed zitten? En ze zei, oh, maar zei ze, zou ik dat mogen doen? Ik zeg, natuurlijk mag je dat doen. Ze zegt, het is uw dochter. Hè. Ik zeg, je moet ervoor zorgen dat je kunt. En dan, in de bedkamer, dan zat ze naast haar terwijl ze in bed zat. En dan was ze wel aan het schreeuwen. Dus, ja, want ik denk dat ze dat miste. Dat ze dat zelf niet alle dagen kon doen. Maar dan was ze echt aangedaan, blij. En dat was altijd, ik moet er vanaf. Ik wil er vanaf. Ik wil zelf voor mijn kind zorgen. Maar... Het afgelopen weekend is op Antwerpen Linkeroever het lijk van een jonge vrouw gevonden. Er is geweld gepleegd op de vrouw, maar de precieze doodsoorzaak staat niet vast. Het ging om het lichaam van een 20-jarige prostituee uit Antwerpen. Ondanks de geboorte van haar dochter kan Sally niet van de drugs afblijven. Meer nog, om de heroïne te betalen gaat ze zelfs tippelen aan het Atheneum in het centrum van Antwerpen. Als ze jaar of 17 was, 17 jaar, dan heeft er iemand tegen mijn man gezegd van ja, zeg, je weet toch dat Sally de straat toe. En dan heb ik zoiets van, allee, joh, dat kan niet meer. Mijn man die wou toen eigenlijk echt confirmatie hebben van hetgeen dat er gezegd werd en rondgestrooid werd. En dan zijn wij daar door die straat gaan rijden en ik zag ze al van ver staan. En dan, ja, ik had geen nestels aan mijn schoenen, maar ik heb ze op die moment wel gaan vastdoen. Ik wil het gewoon weg niet zien. Maar ik heb haar bij mij thuis nooit persoonlijk zo gezien. Altijd gewoon normaal gekleed, niks opgemaakt, niks opgeschminkt. Dat zou ze nooit niet zeggen tegen mij. Ik had altijd wel verwacht dat ze ooit wel eens in de problemen zou komen door iets te doen wat dat niet kan. Maar ik had niet gedacht dat ze in de prostitutie zou gaan om naar een drugs te geraken. Zij zei tegen mij, ja, dat is mijn enige voor om geld te geraken. Ze zei, of heb je liever dat ik mensen ga overvallen of zo. Als je dat dan doet voor je eigen onderhoud te voorzien, dan zou ik er misschien nog kunnen inkomen. Maar voor die veiligheid te kopen, dat gaat er niet. Dat snap ik niet. Op deze plaats tussen het riet aan de Scheldeboord op Linkeroever vonden twee spelende jongens zaterdagmiddag een zwaar verminkt lijk. Het ging om het lichaam van een 20-jarige prostituee uit Antwerpen. Waarschijnlijk is ze in het rietveld zelf de schedel ingeslagen. Zag u haar nog vaak? Op het laatste niet zoveel meer. En toch, ja. Je blijft ervoor gaan in de hoop van
Misschien dat ze toch een klik maakt en dat ze dan toch bij de dag en dag met de geboorte van haar dochter van hey, nu heeft ze een reden omdat ze er echt naar uitkeek. Dat gaat misschien nu heel erg cru klinken, hetgeen ik nu ga zeggen. Maar er zijn momenten geweest dat ik voor mijn eigen zei, als het dan toch moet gebeuren, laat het dan nu gebeuren, want ik kan er niet meer aan. Altijd die stress van waar zit ze nu, wat gaat ze nu opgenomen worden met een overdosis, opgenomen worden met overgesneden polsen en zo van alles. Ja, ik heb daar een tekst voor haar bidprinsje dat ik al 2 jaar in de schuif lig. Ja, muziek. Ik wist dat dat verkeerd ging aflopen. Dat kon zo niet blijven duren. Dat ging niet. Ik was toch gewoon weg machteloos. Dat gaat misschien nu heel erg cru klinken, hetgeen ik nu ga zeggen. Maar er zijn momenten geweest dat ik voor mijn eigen zei, als het dan toch moet gebeuren, laat het dan nu gebeuren, want ik kan er niet meer aan. Ik wist dat dat verkeerd ging aflopen. Dat kon zo niet blijven duren. Dat ging niet. Ik heb Sally gezien een dag voordat ze is vermoord. Ik ben ze toen tegengekomen met mijn man. Vroeg eigenlijk ja, hoe dat met haar was. Ja, eigenlijk moest ik dat niet vragen, want ik kon dat eigenlijk van mijn eigen al wel zien. Dat ze toen echt heel, heel diep in de problemen zat. Dus zij had gewoon al heel veel drugs nodig om nog maar een beetje normaal te functioneren als normale persoon. Dus zij moest natuurlijk ook harder werken dan. Want hoe meer drugs dat je nodig hebt, hoe meer geld dat je nodig hebt en hoe meer klanten dat je moet doen. En hoe gevaarlijker dat wordt natuurlijk. Dat gemakkelijker geweest voor mij als ze een overdosis had genomen. Daar had ze zelf voor gekozen. En nu niet. Nu beslist er zo maar eens ineens iemand anders over. Het is genoeg geweest of alleen ja. Ik knip het licht uit voor u alleen. Het afgelopen weekend is op Antwerpen Linkeroever het lijk van een jonge vrouw gevonden. Er is geweld gepleegd op de vrouw, maar de precieze doodsoorzaak staat niet vast. De Antwerpse rechtelijke politie zou nu een ernstig spoor volgen, maar wat dat spoor is, wou het parket nog niet kwijt. 10 augustus 1996. De moordenaar van Sally is wellicht haar laatste klant. In het riet op Linkeroever in Antwerpen wordt ze zwaar toegetakeld met een stuk hout. Zaterdags hebben ze ons gebeld en dan zijn we dezelfde dag nog eigenlijk naar daar gegaan. En dan, ja, ik heb daar dan nog bloed zien liggen, dus... Sally kennende zal ze wel, als ze niet te zwaar onder invloed was, zal ze er wel voor gevochten hebben. We waren 's maandags een krant gaan halen, omdat ik dacht van ja, het zal er misschien wel in staan. En dat stond dan voluit. Heroïnehoortje vermoord teruggevonden op Linkeroever. En dan had ik zoiets van, oei, dat komt nooit niet goed. Dan heb ik de eerste keer contact gehad met de speurders eigenlijk. Het eerste wat ik zei, dat was gaan de zaak behandelen zoals afgeschreven is in de kranten.
En dan heeft hij gezegd, nee, zegt hij, zegt zeer zeker niet, dat doen we niet. Dat mag niet met niemand niet geboren. Allee, ja. Dus oké, ja. Geloof je dat? Op die moment wel, ja. Ja. Een paar maanden na de moord is er een robotfoto van een verdachte, dankzij twee getuigen, vrienden van Sally. De laatste die haar tijdens de nacht van haar moord nog gezien hebben trouwens. Die robotfoto is het belangrijkste spoor voor het rechercheteam. De robotfoto van de vermoedelijke dader wordt getoond in het opsporingsprogramma Oproep 2020 van VTM, waarin het gerecht een oproep doet naar getuigen. We hadden u dat fragment uit het programma graag getoond, maar het parket van Antwerpen heeft ons dat uitdrukkelijk verboden. In het signalement beschrijven ze een man van 35 tot 40 jaar, 1,85 meter groot. De man is struis gebouwd en draagt zijn haar in een paardenstaart. De wagen die de speuters zoeken is een blauwe Amerikaanse oldtimer. Ze zeggen er nog bij dat het een grote wagen is, maar een oud model. Met datzelfde signalement begint ook onderzoeksjournalist Kurt Wertelaars aan zijn eigen onderzoek. 20 jaar na de moord, want het onderzoek van de speurders werd nooit concreet. Houden ze eigenlijk één grondige piste over of een verdachte waar ze kunnen rondwerken? Totaal niet. Totaal niet. Er is niets. Er is niemand die eruit springt. De verdachte die men heeft gevonden en ondervraagd. En soms zelfs gearresteerd, zijn even snel weer vrijgelaten allemaal, omdat er niets was dat hen kon linken aan de feiten. En men is uiteindelijk, heeft men na vele jaren ook moeten besluiten van we gaan daarmee ophouden, het levert niks meer op. U moet weten dat net op het moment dat zij vermoord wordt, barst ook de zaak Dutroux los. Honderd kilometer verder, aan de andere kant van het land, maar het hertekent heel het landschap en iedereen is op dat moment bezig met nog één zaak, de zaak Dutroux. Op dat moment is heel het land gaan beginnen zoeken of er niet ergens nog misschien andere slachtoffers zijn van Dutroux. Als je dan in Antwerpen zit met een heroïneprostituee die doodgeslagen teruggevonden is op Linkeroever, dan kan ik me voorstellen dat dat niet topprioriteit is op dat moment. Wat dacht je eigenlijk dat je in de zaak Sally kon doen wat nog niet gedaan was? Waarom begin je aan zo'n zaak? Omdat ik eigenlijk van bij het begin een gut feeling had dat ik wist wie de moordenaar was. Ik heb als jonge reporter in 1999 bericht over een totaal andere zaak. Een zaak waarbij een man betrokken was. Die werd op dat moment verdacht al van minstens één moord en mogelijk een tweede. En men heeft in het kader van het onderzoek naar zijn handel en wandel ook een zoekactie gedaan in Koewacht. Dat was een plek waar dat hij woonde op dat moment en dat was een plek waar dat men vermoedde dat er sporen te vinden zouden kunnen zijn van een van zijn slachtoffers. Ik heb daarover bericht en ik heb met daar wat rond te wandelen, ook een aantal buren kunnen spreken die mij plots een detail vertelden dat eigenlijk helemaal niet ertoe deed in deze zaken. Met name dat hij mocht rondrijden in de oldtimers van de eigenaar van dat terrein. Op een moment is er in de zaak Sally een opsporingsbericht en een compositietekening van een man. En ook een blauwe oldtimer die men zoekt in de zaak Sally. En ik heb mezelf afgevraagd van, tja, dit is toch wel heel bizar. Het is 1999, er loopt een op dat moment bekende seriemoordenaar rond. Die
met een beetje goede wil toch wel lijkt op de compositietekening. En die, volgens die buren die ik gesproken heb, toegang heeft tot een blauwe oldtimer. Je zou toch minstens kunnen verwachten dat men dan in Antwerpen zegt van goh, laten we nu toch eens even kijken of het kan of niet. En maar dat is toen niet gebeurd. Ik heb het niet gevonden. Ik heb het niet gevonden. Op 10 augustus 2016, 20 jaar na de moord, is de zaak Sally van Hekke een cold case. Er gebeurt niets meer. Op dat moment beslist onderzoeksjournalist Kurt Wertelaars om zelf op zoek te gaan naar de moordenaar. Hij wil vooral praten met de kroongetuigen. Het koppel dat Sally als laatste heeft gezien, een paar uur voor ze werd vermoord. Ik ben met een aantal foto's, waaronder de bewuste blauwe oldtimer, getrokken naar de kroongetuigen, eerst naar de vrouw. En ik heb haar gevraagd van, mag ik je wat foto's tonen? Ik heb heel dat gesprek opgenomen. Je kan heel erg duidelijk horen dat ik haar niet op geen enkel moment heb geholpen met een bepaalde richting. Ik heb haar gezegd, mevrouw, hier zijn foto's. Kijk er eens naar en kijk eens of er eentje is die u herkent. Je zou eens naar die foto's moeten kijken. Dat zijn foto's van oldtimers. Blauwe oldtimers. Ja. Misschien is er een bij waar dat jij van zegt van verdomme, die ken ik. Of dat zegt mij iets. Kom, deze zegt mij niks. Maar die eerste zegt u niks. Deze wel. Een tweede wel. Ook niet. De derde niet. Die zou ook in aanmerking kunnen. De vierde kan ook in aanmerking komen. Het is zo'n model. Ja, het is dat model. Het is dat model. In die staat. Dus het is model F4. Ja, maar in die staat. Maar hij blinkt gelijk op de F2. Nee, ja, maar het is wel F4 van model. Ja. Wat ik dan gedaan heb, is diezelfde fotoreeks aan haar ex-man getoond. En ook hij haalt er diezelfde foto uit. Dit is een eerste bevestiging. De oldtimer uit Kuwait is herkend. Maar dat is niet genoeg. Kurt wil ook bevestiging over zijn verdachte. Dat is hem? Dat is hem. We kunnen daar zo zeker van zijn. Dit is hem. Ja, dat is hem. Dat is de man die ik zelf heb gezien. Dit is de man. Er is een jonge vrouw gestorven en er is een moordenaar die daarvoor niet berecht is. Ik blijf erbij, ik ben er 100% zeker van. Het is niet alleen, maar het is mijn blije geleden. Als je een seriemoordenaar hebt, een man met het etiket seriedoder. Maar er is nooit iets concreet boven water gekomen over Sally van Hekke. Dan denk ik toch dat het minstens interessant is van dit tot op het bot uit te zoeken. Nooit. Dat is een koude douche, dat is ineens al uw vertrouwen kwijt. Ik vind dat er gerechtigheid moet komen, punt uit.